Steven, terug op Rotterdams grondgebied, terug op 1908. Een van de meest besproken Nederlands elftalspelers van de afgelopen week. Hoe kijk je zelf terug op die tijd? Ja, we hebben een leuke trip gehad. De resultaten waren wel wat minder. Met 2 keer gelijk en 1 keer verloren. Maar ja, eerste wedstrijd tegen Mexico wel positief op teruggekeken. Invalbeurt tegen Bosnië ook. En ja, Italië helaas geen minuten meer gemaakt. Maar ik heb wel een leuke week met een leuke groep gehad. Ja, het ging veel over jou in de media. Gaat Steven wel spelen of niet? Veel hadden daar een mening over. Hoe zat je er zelf in? Ja, wat dat betreft zat ik niet zo erg mee bezig in. Ik wil altijd spelen. En, ja, dat heb ik ook geprobeerd af te dwingen. En ja, verder niks. Hard werken alleen. Goede vorm in ieder geval doorgetrokken. Ook daar, die heb je nog steeds te pakken. Ja, dat hoop ik wel. Maar ja, dat moeten we zondag gaan zien. Goede vorm die je in ieder geval ook in de maand september ook al goed vast had. En vandaar hebben we wederom een prijs voor je meegenomen. Hij ligt voor je voeten, want ze moet dat tegenwoordig. Legioenspeler van de maand september. Ja. Zeg het maar. Nee, leuk. Wederom. Waardering, erkenning die je krijgt voor deze maand. Veel doelpunten gemaakt. En ja, we staan tot nu toe bovenaan. Dus dat is wel iets positiefs. En een drive. Ook voor zondag om ja, dat in ieder geval vast te houden. Lekker om die meteen maar in je eerste maand van het nieuwe seizoen te pakken te hebben. Wat dat betreft trek je de lijn van afgelopen seizoen door. Waar je de laatste speler van de maand trofee ook al te pakken hebt. Je bent al lang lekker in vorm. Ja, dat is wel lang geleden. Natuurlijk superveel gebeurd in die tussentijd. Ja. En ja, met de voorbereiding wat ik ook heb gehad. Waarin ik misschien niet eens had verwacht om de eerste competitiewedstrijden te gaan halen. Wat me uiteindelijk wel is gelukt, is het natuurlijk wel extra mooi. Omdat ja, ik ben natuurlijk niet vergeten waar ik vandaan ben gekomen. En ja, nu ook allemaal met dit met Nederlands elftal en zo. Hoe goed dat dan toch wel weer gaat en hoe ik me ook weer voel. Dat ik gewoon weer 100% fit ben, is eigenlijk de grootste winst van afgelopen maand. Ja, want je moest van best ver komen. Wanneer had je het idee van dit komt wel goed, mijn vorm is ook wel weer lekker? Ja, ik denk toch wel de eerste wedstrijd tegen HSV, de oefenwedstrijd. Waar ik in eerste instantie 45 minuten zou spelen, maar uiteindelijk 60 van maakte. Toen had ik wel het gevoel van, het kan wel eens sneller gaan dan ik van tevoren had gehoopt. En eigenlijk ook had besproken met de medische staf en de dokter. Dus daarin was eigenlijk het doel om misschien wel de eerste 2 wedstrijden van de competitie nog met invalbeurten te doen. Maar ja, het ging sneller dan verwacht en ja, natuurlijk ook alles aan gedaan. Ja, dan geven die 2 doelpunten in die eerste wedstrijd tegen Zwolle ook wel meteen de kickstart die je nodig hebt om meteen ook andere wedstrijden te kunnen spelen. Zeker waar. Ja. Deze is voor de maand september. Deze maand, de oktobermaand, ben je ook al lekker begonnen. Zo, Willem 2 is in oktober nog. Ja. Oh, ja. Ja. Heb je nog ruimte? Want we hebben de afgelopen seizoenen wel vaker zo tegen elkaar gestaan. Ja, ze staan er wel veel in mijn kast. Maar ik heb een grote kast. Ja. Dus, maar het wordt een hele interessante en drukke maand ook. Dus daarin moet iedereen wel goed voorbereid zijn. Er komen zoveel wedstrijden aan. En ook belangrijke wedstrijden ook in de Europa League. Waarin je vanaf het begin gelijk goed in de groep moet zitten, denk ik. En werk aan de winkel. Ja, te beginnen zondag tegen Sparta. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Dat is de eerstvolgende natuurlijk. En Sparta thuis. Gewoon gas. Gas erop. En wat ik zeg, de drijf om die koppositie vast te houden. Wederom met een mooie trofee in je handen. Supportersprijs. Nog een boodschap voor al die mensen die op jou gestemd worden. Want het waren er een heleboel weer. Ja, de enige boodschap is dat we ze enorm missen natuurlijk. En spelen in een volle kuip lijkt zo ver weg. En ik kijk nog wel eens gewoon samenvattingen terug van de wedstrijd dat de kuip vol zat. En dat is gewoon enorm jammer, maar ja, wel logisch denk ik met wat er allemaal gaande is in de wereld. En ja, de enige boodschap is we missen jullie. That's it.